Welkom allemaal bij deze nieuwe video. Vandaag spelen wij een potje Domination. 10 versus 10 op de map Afghaan. Wij gaan vandaag proberen om te winnen. En we gaan eens even beginnen met het capturen van vlag A. Dit is een redelijk moeilijke map, maar we gaan het proberen. Vooral punt C is lastig om te capturen. Maar als je die eenmaal hebt, dan ben je gewoon top. C wordt nou gecaptured door de enemies. Dus we gaan eens even kijken of we die weer terug kunnen capturen. Laat maar. Vergeet wat ik... Wow. Daar stond het hele enemy team. Oké. Nou, ik ga B even capturen. En daarna kunnen wij bezig met kills maken. Ja, natuurlijk C veroveren en dat soort dingen. Maar we moeten eerst eventjes ervoor zorgen dat we de vlag in bezit hebben. Want daar zijn natuurlijk de punten op gebaseerd in Domination. Zoals jullie dat wel weten. En hier moeten we gaan oppassen, want vanaf hier komen we op enemy terrein. Dat is vrij gevaarlijk. Daar zit er nog ook nog één, die heb ik. Wow, oké. Teammate heeft hem vast, of niet? Weet ik niet. A wordt ook gepakt, daar ga ik nou even naartoe. Want vanuit daar kunnen we weer naar C pushen. Dus dat is even belangrijk. A is van ons nu. Laat maar zitten. Maar alsnog ga ik daar naartoe. Wow! Huh? Ik dacht dat ik daar een enemy zag. Maar dat was niet zo. Dat waren er weer twee. B gaat gepakt worden. Dat gaat niet zo lekker. We zijn C nu aan het pakken. Dat... Oh, dat was mijn stun. Dat gaat wel weer lekker. Oké, prima. A hebben we ook weer. En dan moeten we eigenlijk B gaan pakken. Als het lukt. Dat zou mooi zijn. Daar liep er ook nog één. Kijken of ik hem nog kan pakken. Die gaan pushen namelijk. Ja. Oké, die zijn teammates in de armen gelopen. Dat is helaas niet gelukt. Daar voor me loopt er nog één. Die staat er nu boven. Nou niet meer. Ik ga B verder pakken, want er zit er weer eentje op. En achter me zit er ook één. Oh nee, dat was een teammate. Sorry. Wow. Yo, wat gebeurde er allemaal? Ik heb geen idee. Maar het is gelukt. Een soort van, denk ik. Ik heb eigenlijk geen idee. En ik heb er nog één. Dat ging opeens heel lekker. Er gebeurde ook opeens heel erg veel. Oké. Prima. Wij gaan proberen om mee naar A te pushen. Voorzichtig. Ik hoor me ook dingen heen. Drones of zo. Ik weet niet wat hier allemaal in de lucht hangt. Maar het klinkt allemaal niet best. We moeten die kant goed in de gaten houden. Want daar gaan ze vandaan komen, denk ik. Ja, kijk, daar heb je de eerste al. En die werd gekild door een hele tactische bom. Kijk, er zijn er weer twee. En wat is het allemaal? Wat hangt hier boven? Ik heb denk ik te lang geen Call of Duty... Te lang geen Call of Duty gespeeld, gok ik. Want ik heb dit nog nooit gezien. Oké, via je onder komt er een. Je had mijn teammate al. Lekker. Ik ga hier even kijken bij C, want ze gaan komen vanaf die kant. 200% zeker. Ja, daar heb je de eerste al. Die moet ik hebben. Ja, die heb ik. En hier op de grond gaan liggen. Dat is de volgende. En achter me ook nog. Ik weet niet vanaf waar. Even, ik ga daar gewoon een cruise missile op gooien. Ik ga een cruise missile op A gooien. Oké, helemaal uitgevaagd. En nou pushen. Go. Op naar A. Dat is lekker. En die hebben we. Oké. Via hiervoor moeten we eigenlijk B proberen te pushen nu. Als dat lukt. Dus dat zou mooi zijn. Lekker bezig, teammates. Dat is de volgende en die heb ik niet, want mijn magazijn was leeg. Ai. Maar oké, we hebben alles in handen behalve B. Maar B capturen is op zich vrij lastig. B capturen is op zich vrij lastig. En dat is een heel centraal punt. Wajo. Oké. Taking effective fire!
bezig. Ik ga mijn teammates helpen. En, jeetje, dat is heel enemy team. Nee. Al mijn wapens waren ook leeg en niks werkte meer. En volgens mij had ik zelfs geen stunts meer. Dus ik, ja, ik was daar machteloos. Ik was daar echt machteloos. Ik kon daar helemaal niks. Oké. Ja, we gaan nogmaals B proberen te capturen. Alleen, ja, B is een heel lastig punt. Dat zei ik net ook al, want het ligt heel centraal. En dat is hier juist het hele probleem. Dus lekker. Er gebeuren hier dingen, hé. Ik ga op B proberen te liggen. Hebben we B nou uiteindelijk dan? Of nog steeds niet? Nee! Ze pakken er gewoon volledig weer terug. Jeetje mina, ja. Weet je, dat is het enige wat ze nog hebben. Dus ze proberen die met mannenmacht te verdedigen. Alleen, ja, dat is voor ons niet zo gunstig natuurlijk. Op zich gaat het lekker hier hoor, maar... Moeten ze allemaal zien uit te moorden natuurlijk, voordat we B kunnen pakken. Ja, wat ik zeg, de rest hebben ze niet. Ze hebben alleen maar B. Dus ja, die zijn ze nou met mannenmacht aan het verdedigen met z'n allen. Als ze dat niet doen, dan pakken wij hem. Dus als ze gaan zeggen, we pakken A of C, ja, dat wordt hem niet. Ik ga ook via de andere kant pushen trouwens. Ik ga er naar C nu. Ik ga de teammate achteraan, ik heb hem voor hem gestunt. Dat is op zich goed. Lekker. En wow, dat was een sniper, helaas. Helaas. Oké, ja, we gaan nogmaals naar B. We gaan nog een keer naar B. Want we moeten daar gewoon naartoe, want we moeten die hebben. Als we B hebben, dan hebben we alles en dan pakken we alle punten. Maar goed, ze weten zelf ook dat het een hele verloren zaak is. Dat is een goede assist trouwens van die gast. Het is een verloren zaak, want wij hebben al voluit de meeste punten. Dus ja, voor hun valt er niet zoveel meer te behalen. En dat weten ze zelf ook. Dat weten ze zelf ook. Oké, nu moeten we gaan. Met z'n allen. Met z'n allen. Ja hoor, we hebben ze allemaal. En we hebben ervoor gestreden. Nou pakken zij wel aan natuurlijk. Dat is op zich logisch. Maar we gaan die gewoon weer proberen terug te capturen. Goed bezig. Opletten dat die gasten zijn nog. Oké, dit is goed, dit is goed. Komen ze hier van boven waarschijnlijk? Ja, precies. Wat ik al voorspelde. En ja, ik heb heel veel assists. Ik heb knetterveel assists, dus letterlijk. Ik heb heel veel soort van kills gemaakt met heel veel assists. En we hebben gewonnen. Met het dubbele aantal punten dan wat de enemy had. Dus de enemy had er voor de helft te weinig. Zo simpel is dat. En we gingen lekker hoor. En dit punt, B capturen. Dat was echt het allermoeilijkste. Maar we hebben hem uiteindelijk gecaptured. En ja, toen gingen de punten heel snel. Ik heb maar 18 kills. Maar dus wel heel veel assists. Ik heb 7 captures en een score van 3675. Ik vond het een heerlijk potje. Ook omdat we niet zo vaak op deze map spelen. Dus nou ja, ik vind het eigenlijk best wel geslaagd. Ik hoop dat jullie het ook vonden. En dat jullie het ook een leuk potje vonden om naar te kijken. Wat ik al zeg, weliswaar niet zo heel veel kills. Maar wel heel veel bijna kills. Dus als ik al die assists niet had gehad. Had ik denk ik wel een stuk of 30, 40 kills gehad. Maar het waren alleen maar assistjes. Dus ja, dan tikt dat niet echt aan. Maar goed, hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. En ik zie jullie graag weer terug bij de volgende video. Tot dan!